Ondanks het soms wisselvallige weer was er toch heel wat volk afgezakt naar het Stadspark van Ninove. En dat voor aflevering 2 van het Ninovse Parkconcert dat deze keer van start ging met het 18-jarige Ninovse talent Alexia Dertogo. Ik heb in heel mijn leven om niemand veel gegeven, maar wel om domino, domino of zo. Dag Alexia, een beetje op eigen front hier, hè? Op eigen bodem. Wat vond u ervan de parkconcerten hier in Ninove? Het was een beetje chaotisch, maar zo ben ik ook. Het was fijn om een keer thuis te spelen, aangezien dat ik altijd overal zit. Ik vind het heel fijn om weer op de parkconcert te staan. Wat bedoelt u eigenlijk met een beetje chaotisch? Het was toch mooi? Het was toch prachtig? Soms een keer mijn bindteksten die zo'n beetje overal zijn. Of een akkoord misspelen of verkeerde transpositie en dan verkeerde tonen zingen. Maar... Komt dat nog een beetje door de zenuwen? Ja, hier heb ik toch wel meer zenuwen dan normaal, omdat je iedereen kent. Ja. Ja. Wat ligt er u nou eigenlijk het meest van te spelen? Zo'n parkconcert, beter in een zaal, wat doet u het liefst eigenlijk? Zeker liever de parkconcerten. Ik wil graag eindigen op festivals, dus de parkconcerten is zeker iets wat ik liefst doe eigenlijk. Wat brengt de vakantie nog voor u? Bent u nog ergens te zien of te beluisteren? Ja, eigenlijk wel. Ik ben nu zaterdag in Oostende en ik ben 26 augustus ben ik in Gent op de Kouter. En ik ben ook een keer in Ninove en ook een keer in Maastricht. Dus, ja. Een vrij druk programma dus? Ja, vrij druk programma. Geen vakantie? Nee, eigenlijk niet. Nee. Toch een beetje genieten van de muziek ondertussen dan? Ja, dat aan muziek. En met muziek werken doe ik het liefst eigenlijk. Mensen als ik vind je overal op de arbeidsmarkt en niet tranen al. Sterren komen, sterren gaan. Alleen Elvis blijven staan. Mia heeft nooit afgezien. Ze vraagt, kun jij nog dromen? Na het optreden van onze Ninovs Alexia was het de beurt aan Brass for You, die gedurende 1 uur het beste van zichzelf konden geven. Brass for You is eveneens een lokaal groep afkomstig uit Ninove en zeer gekend in onze wortelstad. Jan de Meijer van Brass for You, de parkconcerten hier in Ninove. Hoe vond u het, Jan, hier? Oh, zeer aangenaam. Het volk was fantastisch. Het weer is heel goed meegedraaid. We hebben haren gedreven in Baclara. Dus... En ze heeft ons gebeden verhoord. Dus... De muziekkeuze om te maken voor een parkconcert, is dat moeilijk voor jullie? Ah, wel, we beslissen dat samen een beetje, dus met andere muzikanten. Dus we zijn met 6-7 muzikanten. En we kiezen er zelf een beetje de nummers uit die... We denken dat, en hopen dat ze het meeste gaan aanslaan, dus dat ze, ja. Veel mensen vragen zich af, Brass for You, van waar komen die en hoe zijn die begonnen eigenlijk? Brass for You, dus is, brass is koper, koperblazers. Ze hebben 6 jaar terug geleden begonnen met 4 koperblazers. Dus 4 Brass for You. We spelen voor de mensen. Dus vandaar Brass for You. Maar dat is rap veranderd. Er kwam een drummer bij, er kwam dat bij. En dus we waren rap met 6. En dus we groeien altijd maar. En het succes blijft verder lopen, hè? Het succes blijft hopelijk verder lopen, ja. Dus we amuseren ons, dat is het voornaamste. Hè. Dus.
Rond 21:45 ging het dak er volledig af en kwamen de corsaris op het podium tevoorschijn, die samen met de zeer sympathieke Roel van der Stukken het park op zijn kop wist te zetten met de muziek uit de jaren 50 en 60. De corsaris! Ja, de corsaris brengen eigenlijk altijd hetzelfde. Hè. We spelen de hits, alles wat op de radio gespeeld wordt in de jaren 50, 60. De liedjes die iedereen kent, jong en oud. Dus eigenlijk wonderbaarlijk om te zien hoe goed dat jonge mensen muziek kennen van toen ze nog niet geboren waren. Ik ben benieuwd of de muziek die nu gemaakt wordt ook zo lang gaat meegaan. Ik denk het niet. Liggen we dat echt goed? Allee dan. You better come home, Speedy Gonzales. Oh, it's a tannery road. You stop all your drinking. Oh, with that floozy named Flo. Come on home to your Andover. Slap some mud on the walls. The roof is leaking like a strainer. There's lots of roaches in the hall. Hey, wat vindt u persoonlijk zelf van in een park mogen te zingen en te spelen vanavond hier? Ja, dat is heel plezant. Hè. We hebben een aantal jaren de parkies gedaan. We zijn trouwens hier, denk ik, twee of drie jaar geleden ook eens geweest. Het heeft altijd een sfeer. Als het weer mee zit, dan zijn de mensen altijd gelukkig. Je ziet dat. Iedereen zit graag in de natuur, is graag buiten. Goede muziek erbij, een goede babbel, een pintje bier. Die sfeer is altijd veel beter dan om het even welke zaal. There goes my baby, though it's someone new. She sure looks happy. How she rambled you. She was my baby until he stepped in. We go back to romance. Where might have been. Bye bye love. Bye bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye love. Bye bye sweet caress. Ik heb u bezig gezien, u vond het fantastisch. Ik vond het super. Het is de eerste keer dat ik ze bezig zie. Ik vond het super. Prachtige groep. Ik kom nog. Kent u Roel van der Stukken? Ja, ja. Nee, niet persoonlijk. Ja. Ja. Maar ik wist niet dat hij zo goed kon zingen. Echt super. Wat staat er bij u nog allemaal in petto de komende zomer? Druk? Ja, het is heel druk. Ik ben een film aan het opnemen samen met Astrid Bryan, Verborgen Verlangen. Die komt ergens 22 november in de zalen. Familie zijn we nu even gestopt een aantal weken, dan kan ik mij meer op die film concentreren. Dan draaien we nu nog een week tot vrijdag. Zaterdag ga ik een dag zelf feesten en op stap. En zondag spelen we de laatste show met de corsaris. Dan ga ik twee weken op verlof. En daarna nog een paar concerten en terug familie. Van waar zijn jullie? We zijn van Ninoven. En wat vond u van het optreden van de corsaris? Ja, tof, hè? En, goede ambiance, een beetje komisch en ja, garandeerd dansmuziek. Ja, leuk. Allee, Kevin, jou. Geen wonder dat ik weet. En dat ik weet van de pijn. Nu dat wij in het leven en niet meer samen zijn. Mevrouw, wat vond u van de corsaris? Goed, eerste klas. Echt goed, ja. Ik ben maar niet beklaagd dat ik gekomen ben. Dat is echt goed. Wat vond u van het optreden van de corsaris? Formidabel. Extra. Dat heb ik nog nooit gehoord. Extra. Ja. Ik ben heel content van mijn avond. Kende u Roel van der Stukken? Ja, zeker en vast. Van familie. Hoe gaat het met familie?
Heel goed, en meer mag ik niet zeggen. Je mag er echt niks over zeggen? Nee, mag ik niks zeggen. Nee. Dat, dan word ik buiten gezweerd door mijn baas. En dat willen we natuurlijk. Ja, als dat een betrachting is, maar ik ga het niet doen. Mag niet. Ik doe het nog te graag. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.